Vandaag ga ik samen met Giel Santino kijken wie de mooiste onderzeeër kan bouwen. En degene die de mooiste onderzeeër binnen 15 minuten kan bouwen, die wint. En dat bepalen jullie in de comments. Maar voordat we verder gaan, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Ga dat zeker even doen. Want we hebben bijna de 300.000 abonnees. En als jij nu abonneert, hoor je bij je 300.000 abonnees team. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Ja, we zijn cheerleaders. Oké, dan gaan jullie dan mij aanmoedigen om te bouwen? Nee. Jullie moeten zelf ook bouwen, hè? Ik moedig mezelf aan. 3, 2, 1, go. Ik ga naar binnen. Yeah, tot zo, jongens. Oké, ik ben heel benieuwd wat die gasten gaan bouwen. Maar ik ben ook heel benieuwd wat ik ga bouwen. Ik wil eens onderzeeër hebben en eens even kijken. Het moet natuurlijk wel een rode onderzeeër zijn. Dus we pakken even dit zo. Rood en wit is wat wij nu vooral even nodig hebben. Oké, de onderzeeër begint sowieso een beetje onder water. Dus laten we hier de voorkant van de onderzeeër maken. En ik denk dat wij dat het beste op deze manier zou kunnen doen. Kijk, dit hier mag weer even weg. En dan eens even kijken. Nee, we moeten eentje breder doen op deze manier. En dan gaan we hier omhoog zo. Of, ik weet het niet. Mochten jullie het nog niet weten, ik ben niet bepaald heel goed in bouwen. Dus ik ga gewoon mijn best doen, oké? En trouwens, we gaan hem toch eentje smaller maken op deze manier. En dan nu doen we hem eentje breder. Oké, dan doen we hem hieronder zo. En dan doen we dit op deze manier. En dan denk ik dat wij nu wel een soort van de punt hebben. Dan gaan we dit helemaal recht bouwen. En daarboven gaan we de rest van de onderzeeër maken. Oké, dit gaan we eerst nog even een klein beetje hoger maken op deze manier. Zo. En nu is het de kwestie van dit helemaal vullen. En ik ga hem niet te groot maken. Want ik heb dus maar 15 minuten. En ik moet ook nog een achterkant maken. Daar ga ik nooit genoeg tijd voor hebben. En dat gaat ook sowieso alleen maar de buitenkant van de onderzeeër worden. Want de binnenkant heb ik niet heel veel tijd voor. Maar ik ben heel benieuwd wat Santino en Giel straks gaan maken. En jullie bepalen dus wie de winnen in de comments. En wil je nou dat ik ooit een keer een bouwvideo ga doen samen met abonnees? Dan moet je nu even abonneren op mijn kanaal en even liken. Want als we uit deze video de 5000 likes halen, ga ik dit een keer doen met abonnees. Oké, we zijn al aardig ver met onderzeeën. We zijn alweer aangekomen op het punt boven het water. En dat is eigenlijk wel, ik denk het belangrijkste punt. Want dat is natuurlijk wel hetgene wat je gaat zien. Oké, eens even kijken. Hoe zit dit er vanaf nu uit? Ik heb zo'n idee dat we hem veel langer moesten maken, maar daar hebben we gewoon geen tijd meer voor. Nee, dit hoeft helemaal niet. Ik denk dat de onderzeeër een soort van klaar is. Of de onderzeeër is niet klaar. Maar ik denk dat de onderkant klaar is. Alleen nu moeten wij de bovenkant maken. Oké, we beginnen eerst een laag met gewoon lekker wit. En daarna gaan we de laag iets kleiner maken. Oké, dan ga ik hier zo eentje naar binnen toe. Waardoor het een beetje een bollige vorm wordt. Oké, ik hoop dat het uiteindelijk wel gelukt. Want ik maak deze onderzeeër echt helemaal in mijn hoofd op dit moment. Dus dan moet ik dit op deze manier doen. Zo. En dan uiteindelijk hierboven nog één. Ja, ik heb zo'n idee dat de onderzeeër ietsjes te klein is. Maar boeien. Ik denk trouwens zelf dat we dit helemaal niet moeten doen. We gaan dit gewoon recht lekker afmaken. En ik heb ook ooit een keer een vliegtuigbouwchallenge gedaan. En het lijkt best wel op een vliegtuig. De voorkant is trouwens best wel een beetje verlept. Maar we zijn nog niet klaar. Want als wij nu kwart slabs pakken. En wij doen dit op deze manier. Kijk, dan hebben we gewoon een soort van vleugels. Het lijkt serieus op een vliegtuig. Maar dat is het niet. Oké, okay, bim bim. Of niet. Eentje eronder. Ja, en dan doen we bim bim. Bim bim. Bim. Oh, dit is niet helemaal goed. Hij moet hier, bim. Ja, ik zeg je eerlijk, het begint er al een klein beetje op te lijken. En wat een onderzeeër ook heeft, is dit. Kijk, 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 kijk. Een onderzeeër, die moet natuurlijk ook een fin bovenop hebben. Dus laten we die ook maar meteen lekker gaan maken. En dan hoop ik wel dat ik hem een beetje mooi kan maken. We gaan hem best wel hoog maken. Want anders gaat het echt wel helemaal op een vliegtuig lijken. En dan op deze manier gaan we dit dicht maken. En ik zeg je eerlijk, het lijkt best wel een klein beetje op een onderzeeër. Oké, hierop moeten antennes komen. Volgens mij heeft een echte onderzeeër dat ook. Alleen wat ga ik gebruiken als antennes? Ik denk deze dingen. Kan ik dat een beetje gebruiken? Beam. Oh ja, dit is echt perfect. Dit zijn letterlijk gewoon perfecte antennes. Alleen deze dingen zitten iets te veel naar voren. Dus die ga ik even opnieuw maken. Oké, okay, doen we dat op deze manier. En dan aan de andere kant moeten we weer precies hetzelfde gaan maken. En ik zeg je eerlijk, het ziet er best wel mooi uit. Alleen de bovenkant is nog niet helemaal mooi. Kijk, we doen even één laagje erop. Plaatsen gewoon even kwartsblokken. Kijk, het moet natuurlijk wel een beetje gedetailleerd zijn. En dan is dit nu het begin van ons onderzeeër. Alleen, wij moeten dus nog een achterkant maken. Want nu loopt er letterlijk allemaal water in. Dat is niet de bedoeling. Dus wij moeten een propeller gaan maken. Alleen dan, eens even kijken. Ik moet hem eerst weer even wat kleiner gaan maken op deze manier. We doen hier wel een blokje. We doen hier doen we een rood blokje en hier ook. En dan eens even kijken, hoe ga ik dat doen? Dan doe ik hier weer twee rode blokjes op deze manier. En dan hier vullen we hem gewoon. En dan moet ik hier moet ik een propeller maken. Oké, okay, wat ga ik doen? Daarvoor moet ik denk ik grijs hebben. Wat ga ik voor materiaal gebruiken? Weet je wat?
laten we, ik ga het gewoon wit en rood maken. Ik doe gewoon dit op deze manier. Dit is een beetje groot. We doen dit, ja. Maar aan de andere kant doe ik precies hetzelfde. Of nee, dat is niet de bedoeling. Dit moet vervangen worden door rood. Dus zo, hier maken we hem rood. En dan onder water moeten we natuurlijk ook propeller hebben. Kijk, die maken wij ook rood. En aan deze kant gaan wij weer lekker wit maken. En ik zeg je eerlijk, het is best wel goed gelukt. En ik merk trouwens nu dat ik er echt nog best wel veel tijd over heb. Dus, eens even kijken. We gaan even een trap doorpakken. Zo, natuurlijk van iron. Dan pakken wij een lever, denk ik. Ja. En we gaan gewoon een ingang maken. Kijk, we gaan gewoon zorgen dat we naar binnen kunnen. Dus, dan doen wij dit. Die zetten we neer. Dan hoppakee, dan kunnen we hier naar binnen en naar buiten. En dan maken wij het hier gewoon wit. Eens even kijken. We gaan er gewoon een bodem mee maken. Natuurlijk ook wat ladders. Helaas heb je geen iron ladders. Dat is wel een klein beetje jammer. Maar op deze manier kom je ook nog eens uit de onderzee. Kijk, dat is toch wel een beetje handig, hè? Oké, we pakken even wat sponges. Want al het water moet even weg. En dan hopelijk gaat het werken. Come on, even al het water weg. Ja, 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 ja. Kijk, dit is nou helemaal top, zeg. Alleen, hoe ga ik de binnenkant nu een beetje mooi maken? Oké, we gaan sowieso wat lichter neerzetten. Kan ik dat neerzetten? Nee, dat werkt niet. Weet je wat? We doen gewoon wat torches. We doen hier binnen een torch. Geen idee hoe dat werkt, een torch onder water. Maar maakt niet uit. En laten we ook meteen stoeltjes gaan maken. Dus we pakken even wat kwartsters erbij. En hier kunnen dan de bemanningsleden gaan zitten. Zo, lekker achter elkaar. En dan moeten we hier eigenlijk een soort van beeldschermen maken. Waar de bemanningsleden alles kunnen bedienen. Ik denk dat ik er toch eentje naar achter ga. Want ik heb iets meer ruimte nodig. Dus we doen hier nog twee stoelen. We doen hier nog twee stoelen. En we doen er hier nog twee. Dan plaatsen we hier lekker slabs. Hoppakee, dit is een bedieningsding. Oh, nee, 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 nee. Het zinkt, we zinken, we zinken. Oké, hier doe ik wat slabs. Dit is een bedieningsding. En dan, dan pakken wij nog een painting. En hoppakee, dit zijn de schermen. En dan denk ik dat we aardig klaar zijn. Alleen, wat kan ik hier nog maken? Want ik heb nog tijd over. Ik zit te kijken of we iets hebben wat een beetje op pijlen lijken. Of, oh, ja, natuurlijk. Wacht. Nee, firework. Hoppakee. We moeten natuurlijk wel onderwaterraketten hebben. Dus wij pakken ook gelijk even wat chesten. En dan gaan we al dat fireworks gaan we gewoon in de chesten doen. Dat zijn al onze missiles. Oké, we zetten hier zo op deze manier de chesten neer. Hoppakee. En hier doe ik gewoon lekker overal een klein beetje fireworks in. Hoppakee. Ik zeg je eerlijk, dit is best wel een leuk idee. Alleen, kijk, hier is dus water. Dat is een beetje naar. Ik denk dat ik hier gewoon twee gaten ga maken. Want ik heb nog tijd over. En dan ga ik gewoon plek maken waar we raketten uit kunnen schieten. Dus we gaan dit gewoon op deze manier eventjes doen. Dan moeten we het ook even gaan dichtmaken op deze manier. Zo. En dan zetten we hier gewoon met een trapdoor neer. Werkt dat? Hallo, trapdoor. Nee, oké, dit werkt niet. Wacht, als ik er één neerzet, hè. Gaat dan het water binnen weg? Ja, het water gaat binnen weg. Oké, kijk, dit is nou echt perfect. En aan de andere kant gaan we gewoon precies hetzelfde doen. Oké, eens even kijken. Hoe heb ik dat gedaan? Ik weet het niet meer. Ik heb niet heel veel tijd meer. Oké, hier doe ik er twee. Hier doe ik er twee. Hier doe ik er twee. En dan hier, hier. Hier, hier, hier. En dan hier ook. En dan dit maak ik vervolgens dicht. En dan hier zetten wij zo'n deur neer en dan gaat het water weg. Waarom gaat het water nou hier niet weg? Wat is dit? Water, wil je weggaan? Nee, het water gaat niet weg. Alleen, klopt het nog wel? Ik weet het niet. Volgens mij klopt het nog. Ik weet het niet zeker. En oh, hier binnen zit wel nog heel veel water. Wacht. Dit moet weg. Water, ga even weg. Alsjeblieft. Dankjewel. Kijk, hier werkt het wel gewoon goed. Alleen, ik weet niet waarom het hier niet werkt. Nee. Oké, trapdoor. Nee, werkt niet. Weet je wat? Dit maken we dicht. Die maken we ook dicht. We moeten hier wat op verzinnen. We doen hier ook een trapdoor en we doen er hier ook één. Weet je wat? Ik zet hier gewoon een sponsje neer. Oprotten met het water. Dankjewel. Kijk, dit is toch geniaal. We kunnen dus zelfs raketten afvuren. Het enige wat we nu nog missen is een plek, zodat we naar boven kunnen kijken. Dit is zo'n ding, als je dan gaat kijken, zo met je ogen. Dan kan je zien wat er boven water te vinden is. Alleen dat moeten wij hier natuurlijk ook maken. Ja, 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 ja. En laten we een drakenkop erop zetten, om dat gewoon af te maken. Dit is gewoon nee, nee, dit is niet mooi. Dit is niet de bedoeling. Dit is gewoon ons uitkijkpunt. Of nee, dit ziet er trouwens niet heel mooi uit. Weet je wat? We gaan wat anders zoeken. Laten we gewoon met een stiefhoofd neerzetten. Bim, dit is het uitkijkpunt. En dan aan deze kant, dus even kijken, hieronder doen wij gewoon precies hetzelfde. Of dit werkt niet helemaal. Weet je wat, we laten hier wel gewoon de change. En dan denk ik dat mijn onderzee gewoon helemaal klaar is. Oké, jongens, ik ben klaar met mijn onderzee. Zijn jullie ook klaar? Ja, ja. Oké, wacht. Kom naar de buitenkant van de muren. Oké, naar welke gaan we eerst kijken? Ik wil naar die van Santino kijken. Ik eerst, ja? Ja, 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 ja. Oké, dan ben ik heel benieuwd. Bim! Zo! What? Zo, wat? Dit is mooi, hè? Wel met groen. Dat is wel een hele lelijke kleur. Maar nou, het kan ermee door. Maar is dit het? Heb je nog wat te vertellen, Santino? Nee, ja, dit is eigenlijk mijn mooie nucleaire giftige. Oh ja, en hoe komen we binnen? Ik ga even naar binnen toe, hoor. Nou, gaan we naar binnen. Wat Nee, je hebt helemaal geen onderkant.
Nee, we zijn beschoten. Jeetje, man. Jullie zijn beschoten, maar waarom zink je dan niet? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat komt door het kool waarschijnlijk. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Nou ja, ik geef het. Ik vind hem van boven mooi, maar hij is niet helemaal af. Ik geef hem een 7. Nou, dat vind ik wel netjes. Ja, en Giel, wat geef jij hem? Een 3? Ja, ik een 6. Een 6? Nou, oké, okay, ja. Nou dan ben ik heel benieuwd naar die van Giel. Dus ik ga nu naar die van Giel vliegen. Nog niet spieken, hè? Niet naar mijne kijken. Nee, niet naar mijne kijken. Niet doen, niet doen, niet doen. Ik zou niet durven. Nee, nee, nee. Bim! Nou, ja. Nou. Ja, hij is wel minder spectaculair. Ja, hij is op zich wel leuk. Alleen er zitten gaten in. Dat is een beetje... Ja, nee, dit zijn ramen. Oh, dit zijn ik zie... Oh, wow, oké. Okay. Van die kleine raampjes. Nou, Giel, laat het zien. Nee. Die van mij, daar zit zelfs een ladder in om naar binnen te gaan. Oh, oké. Ik ga even naar binnen toe. Maar ik pas er open in. Even naar binnen. Wow. Oh. Ja. Oké. Dit ziet er best wel mooi uit, hoor. Ja, en we hebben een hele speciale schat bij. Kijk maar in de kist. Ja, waar? Dus echt, allemaal diamonds. Allemaal diamonds. Maar kijk, deze werkt tenminste wel. Dus daarom geef ik deze 7,5. Ja, deze ziet er goed uit, toch, Giel? Hij ziet er nice uit. Ja, deze ziet er heel mooi uit. Oké, gaan we naar mij naartoe? Ja, ja. Oh, spannend. Bim! Dus mijn is echt zielig vergeleken met die van jullie. Oh, maar Het lijkt een beetje op een vliegtuig. Ja, dat zei ik ook al. Ik was vermakelijk, maar ja, dit is net een vliegtuig. Maar kijk, dit zijn de vinnen. Maar ik heb iets wat jullie allemaal niet hebben, hè. Kijk. Ik heb dit aan de achterkant. Je moet natuurlijk wel naar voren kunnen gaan. En kijk, je hebt hier een luikje naar binnen. En dan ga ik even wat dingen uitleggen. Ja, nee, dat ga ik allemaal uitleggen. Kom maar. Kijk. Hier kan je lekker zitten. Wow. En dit is een bedieningspaneel. Dan kan je besturen. Ja. Okay. En dan, kijk. Dan gaan we naar achter. Leuk. Kom. En dan hier heb je vuurwerk. En dit zijn raketten. Of hoe heet het? Missiles. Hoe heet die dingen? Torpedo's. Ja, en kijk, zie je deze chain? Dan kan je doorheen kijken. En als je dan omhoog gaat, dat hoofdje, dat is het uitkijkdingetje van de onderzeeër. Dus, okay, welk cijfer krijg ik? Ja, ik vind het toch wel een 8, hoor. Ja? Ja, ik denk wel een 8. Er is wel mooi over nagedacht. Ja, dat is mooi over. Hij is alleen een beetje klein. Het lijkt een beetje op vliegtuig, maar... Ik ga ze alle drie nog even bekijken. Oh, ja, hij is mooi. Ja, ik vind ze alle drie wel mooi. Laat in de comments even weten welke jullie het mooiste vindt. Want dan weten we ook meteen wie er heeft gewonnen.